Ik heb al een soort van try-outs gehad. Ik heb zaterdag en zondag heb ik 4 shows gespeeld. En dat ging erg goed, moet ik zeggen. Ja, dat was natuurlijk echt de eerste 2 shows natuurlijk overleven. Binnen een week moest ik het instuderen. Maar het ging goed. En ik ben heel erg blij. En de cast heeft me heel erg geholpen. En de kinderen in de voorstelling, die hebben me heel erg geholpen. Met andere tonnen samen. Ravotten wou ik nooit, dank u. Geknodden in de modder vond ik stom. Het voelde zeker als thuiskomen, ja. Het was echt heel leuk. Ik was hier al een paar keer geweest om een voorstelling te kijken. En dan is het ook wel een beetje vreemd om dan in zo'n theater te komen waar je zo lang hebt gespeeld. Maar als je dan hier achter komt, dan is dat echt thuiskomen, ja. En steeds weer vraag ik, laat elke ster feller schijnen. Ik ben gevraagd om deze rol te spelen en nou, daar heb ik echt geen moment aan getwijfeld. Ten eerste omdat het leuk is, omdat het in de Efteling is. En ik hier toch ook wel begonnen ben met mijn eerste rol in Doorn Roosje. En omdat het een totaal andere rol is. Ik heb er nog nooit zo echt zoiets gedaan, zo totaal een andere personage. En ik moet zeggen dat het wel echt een van de leukste rollen is die ik heb gespeeld. Oh ja, ik ben vrij! Let maar niet op mij. Goed, dat weten we dan ook weer. Kom, we gaan. Let maar niet op mij, scheelt een hoop gezeur. Ik verpest je dag met mijn stom gedrag. En dan je humeur er ook nog bij. Sorry, let maar niet op mij. Een rol overnemen is niet altijd leuk. Je wil natuurlijk eigenlijk net zo goed doen. Maar je wil het ook anders doen. En daar had ik in het begin heel veel moeite mee. De lat lag natuurlijk ontzettend hoog. Dus ik had zoiets van, jeepig, hoe ga ik dat nou eigen maken? Hoe ga ik dat nou mijn eigen invulling aan geven? En dat is in de laatste paar dagen, vooral de shows hiervoor, is dat wel gelukt. En ik hoop dat het vanavond helemaal samenkomt. Ik moet zeggen dat ik heel erg mijn eigen krakeel heb kunnen vinden. Trollen zijn niet dol op een suffe trol met last van een persoonlijkheidscrisis. Als hij vies is, loop me maar voorbij. Blijf maar uit mijn buurt, vind ik heus niet gek. Want ik heb mijn plek en van dit gesprek word niet meer blij. Ik spreek me niet meer blij. Let maar niet op mij. Dance break! Ik had al geauditeerd in de beginfase en toen ben ik helaas niet door de commissie heen gekomen. Maar ja, dat weet ik wel. Het is altijd moeilijk om je eigen ding er weer van te maken. En ik had 2 weken de tijd om dat te doen. Dus dat is natuurlijk gewoon wel lastig om in zo'n korte tijd een rol je helemaal eigen te maken. En aan de andere kant is er ook beeldmateriaal van. Dus voor de pasjes en waar je opgaat, waar je afgaat, is het weer makkelijker. Omdat je dat niet helemaal opnieuw hoeft uit te vinden. Zou je ver weg zijn? Je lijkt soms dichtbij. Alsof je ergens op zoek bent naar mij. Ik heb ook dingen kunnen veranderen en mogen veranderen. Kleine dingetjes in de tekst en in het spel. Het is fantastisch om met de collega's, met Rosalie en iedereen. Met Rosalie heb ik het meeste te doen, die de Elfenkoningin speelt. Om ja, de rol te ontwikkelen. Hoe vrolijker je kijkt, hoe mooier je alles lijkt. Dus transformatie die duurt 1,5 uur. En daarna herken je hem ook echt niet meer terug. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik alleen maar een trol. Dus ja, ik kan dan alleen maar krakeel zijn. Bij de eerste doorpas, dat ik ook de pruik en de baard op ging en die oortjes. Ja, dan kijk je eventjes heel raar. Mensen om me heen geloofden niet. Wieneke geloofde ook niet dat ik het was. Je kent jezelf bijna niet, maar het is zo mooi gedaan. En ja, het is wel een bijzondere ervaring hoor, om dat mee te maken. Ja, dat is hartstikke leuk. Echt heerlijk. Ik zou eigenlijk nog een andere show willen doen nu. Het publiek ging hartstikke goed mee. Het is een hele grote zaal, dus je krijgt niet zo heel veel terug. Maar het is wel, volgens mij, na het einde te horen, hadden de mensen een hele leuke avond, ja. Eens nog even afsminken, want zijn we ook weer 1,5 uur verder. En dan ga ik eventjes misschien nog de stad in. Een klein drankje. Morgen zijn we vrij, dus dat mag.